Vertegenwoordigers van het kabinet van de president hebben de voorzitter van de Algemene Belangenorganisatie, ABOS, Howard Atencio, uitgenodigd voor een gesprek over de problematiek rond domeingronden. De uitnodiging kwam tijdens een ontmoetingsgesprek met benadeelden, waarbij de voorzitter van de Nationale Assemblée, de president en andere belanghebbende autoriteiten waren uitgenodigd. Atencio kreeg ook een oproep vanuit het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Annabon, maar pa minister de Tidadi. Dan vraag ik het via u naar de president, naar de minister van GBB, zeiden met Anno de Tidadi. Ze werd uitgenodigd door het volk. Dan moet ik je ono, want jullie zullen het meenemen. En wij verwachten dat we aan tafel willen komen zitten met de president. Ja toch? De een op de kelk waar hij zwerkt, dat aan de waar hij zwerkt, die noemt hij zwerkt. Atencio stelt dat hij de uitnodigingen zeer op prijs stelt en hoopt dat het daadwerkelijk licht in de tunnel is voor de benadeelden. De ABOS-voorzitter deelde enkele probleemgevallen waarmee de organisatie is geconfronteerd. Een gezin aan de Kaikoussi-straat te Geiersvliet is ontruimd in het voordeel van een gewezen functionaris, terwijl zij toezegging hadden gekregen van de districtscommissaris dat er geen bezwaar is dat zij daar waren gehuisvest. De familie heeft de grond al ruim 20 jaar aangevraagd zonder reactie van de staat. De familie Watson Winnik Batok am 18 no de ete, ontruimen even in de plaats. Afspraak bij de Wachtinono de GBB, toen was het nog ROGB, ja. Daar raken ze geconfronteerd met Ivan Christian Fernal. Suma sap suma na mandat. Suma na mandat. Na ex-minister voor Defensie. Da inoa bribi. Da rechterlijke macht ook jama dis a voorkeur nu. Da mama amak iets wafonis amama ontruim disma. Maar wat mij hekel, is bijna mijn brieba rechterlijke macht moor. Dat je ook een puinhoop maakt van de rechterlijke macht. Waar ik had gedacht dat de trias politica gescheiden dient te zijn. Onafhankelijk dient te zijn. En dat de maat afhankelijk. Want if Sintja Weders las dat kies. Dan moet een ex-minister kabinet kies nu dan. Klasse justitie nu of in de plaats toch? Twee aanwezige benadeelden vertelden de nieuwsdienst te hopen dat de problemen worden opgelost gezien de huidige regering veel aandacht besteedt aan grondproblematiek. De parlementariërs Abu Jones en Ansari van de NDP beloofden daarna te pleiten voor de snellere aanpak van de problemen waarmee de gezinnen zitten.